In samenwerking met de Consumentenbond krijgt u voortaan bij de Tros elke zaterdagavond na Tros Actua een consumententip waarin u gewaarschuwd wordt voor zaken waar u mee geconfronteerd kunt worden. Hier komt de eerste consumentenwijzer. De consumentenwijzer. Van de Consumentenbond. Goedemiddag meneer, ik zie aan uw gezicht dat u van een grammofoonplaatje houdt. Ja, dat klopt ja. Ik ben een geweldige muziekliefhebber, maar waarom vraagt u dat? Nou, omdat wij speciaal voor mensen als u een geweldig aanbod hebben. Wij gaan u in staat stellen om tientallen, soms honderden guldens per jaar te besparen op uw platen aankopen. En het geldt voor boeken precies hetzelfde. Oh, u bent van een club of zo? Nou, daar heb ik geen belangstelling voor. Nou, dat is vaak de eerste reactie van mensen, meneer. Maar als u mij in staat zou stellen om onze catalogus even te laten zien, dan kan ik u laten zien dat wij werkelijk prachtige aanbiedingen hebben in internationale artiesten. Julio Iglesias, André Hazes. Oh, André Hazes, ja, dat vind ik wel een goede, ja. Nou, komt u toch maar even binnen, ja. U gang. Op allerlei manieren en allerlei plaatsen worden u dingen te koop aangeboden. Aan de deur, op straat, op speciale uitstapjes, per bus of per boot, noem maar op. Deze vorm van verkoop heet colportage of leurkoop. Het kenmerk is dat iemand u iets komt aanbieden zonder dat u daarom heeft gevraagd. Colportage, kijk uit. Laat u niet overrompelen. Een colporteur komt bijna altijd op het moment dat u niet van plan bent te kopen. Koop daarom niets als u dat niet al van plan was. Oh, u bent van een club. Nou, daar heb ik geen belangstelling voor. Nou, dat is vaak de eerste reactie van mensen, meneer. Maar als u mij even de tijd zou geven, U hoort toch wat ik zeg? Ik heb geen interesse. Ja, maar als u mij één minuutje van uw tijd zou geven, dan kan ik u bent een beetje uit Holland ook misschien, maar ik had geen interesse, zei ik. Tot ziens. Nou, als u werkelijk geen interesse hebt. Zie je wel, zo kan het best. Niet in discussie gaan, maar herhalen wat je al hebt gezegd. Net als een kapotte grammofoonplaat. Grammofoonplaat? Ik zei toch dat ik geen interesse heb? De Consumentenbond heeft voor u de wegwijzer leurkoop. Hierin staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn in geval van colportage. U kunt het boekje bestellen door overmaking van 2 gulden op Giro 27874 van de Consumentenbond in Den Haag. En vergeet u niet erbij te zetten dat het gaat om het boekje over colportage, leurkoop.